werd ik naar beneden gestuurd. Het zijn maar één cadeautje. En het zonnetje schijnt, dus ik ga hem pakken. Baal wel. Ik wie er weer thuis is. Wie heeft dat ook, dat als je iets doet. Zoals je ziet ben ik nog net wakker en het is trouwens zaterdag. Het is nu... Oh ja, ik vraag het even aan Google. Hey Google, hoe laat is het? Het is 9:11 ochtends. Alsjeblieft, als jullie antwoord. Verder ben ik nu even aan het spelen dat ik de vrouw ben. En dat ik naar beval ben. Dat de kinderen goed waren en dat ik nu in de metro zat. Om naar huis te gaan. En ik vind echt... I love this spel. Kijk dan. Dit outfitje nog. Mijn poesje bij. En dit outfitje. Met nog een hoekje. Hoe cute. Dit is toch echt het schattigste wat je kan zien. Dan spel ik nu even door met dat ik naar de eetcabine ging. Oh ja. Dan ga ik even mijn eten klaarmaken nu. Oké, ik heb dus voor de tweede keer mijn ontbijtje klaargemaakt. Voor de tweede keer, dat is toch bizar. Ja, ik heb het wel eens vaker gehad, maar... Om iets van 11 of zo ga ik naar een kinderfeestje toe. Van mijn beste vriendin, Mila. Goedemorgen deze zaterdagochtend. Ik was met Sarah Bova kleding uitzoeken, want ze heeft zo'n kinderfeestje, het kinderfeestje van Mila. En toen ben ik naar beneden gestuurd, maar ik was ook nog thee aan het drinken. Want ik mag pas zien hoe het staat als het aan is. Kleine meisjes worden groot. En zij heeft nu ook een fase. Dat als ze omkleedt, ja mama ik ben groot, dan hoef je er niet bij te zijn als ik me omkleed. Want dat hoef je allemaal niet meer te zien. Dag daarna is het weer anders, want dan is het weer, zullen we samen douchen. Maar die mening af en toe, het is wel echt heel grappig. Dus ik drink gewoon even rustig mijn theetje op en dan ga ik het zo zien. Ik moet zo ook even douchen en aankleden. Dan kan ik ze ook op tijd weg gaan brengen. Er staat maar één cadeautje. Daar. Hoeveel cadeautjes staan er? Daar, ingepakt. Ja, dan moet het toch die zijn. Oh, ga ik hem wel voor je pakken. Ik heb me snel aangekleed en gedoucht. Ik moest mijn haar eigenlijk wassen, maar ik wil het liever morgen wassen. Daarom. Dus het zit even in een staartje. En ik ga Sarah nu naar de kinderfeestje brengen. Je hebt er zin in, hè? Ja. Dit is de outfit. Nu kan je het vertellen. Ja, dagboek van Muts Slimmer 10. Ja, en dat is jouw lievelingsdeel en daarom wilde je maar Mila geven. Ja, en ook omdat Mila deze heel schattig vindt. Ja, die gaat ze heel leuk vinden, dat weet ik zeker. Nou, let's go. Sarah is net op haar feestje. Dus ik heb even de tijd. Ik ga ze zoveel mogelijk klaarzetten. Het was wel heel leuk, want toen we erheen liepen al... ik wist niet wie er uitgenodigd waren, maar het waren precies allemaal meiden uit de klas met wie zij zelf ook wel omgaat. Dus dat maakt het wel heel gezellig. Dus ik denk dat ze wel een heel leuk feestje gaat hebben. En natuurlijk hoop dat voor Mila een heel erg leuk feestje is, want het is haar verjaardagsfeestje. En ik ga nu even zo snel mogelijk wat dingetjes doen. Het feestje duurt niet heel lang en het is vlakbij, dus ze is ook zo weer thuis in principe. Dus even snel vast eten klaarzetten en zo, dan hoef ik dat niet meer te doen. Het is niet zo heel lekker weer buiten nu. Dus ik hoop echt dat het daar nog wat opklaart. Dan kunnen we misschien nog even wat gaan doen. Nou, als het stom weer is, heb ik er ook weinig zin in. Oh, ik zie nu dat mijn hoofd er vanaf is. Maar ik heb hier geen plek om die camera goed neer te zetten. Dus dat is altijd een beetje jammer. Ik heb allemaal dingetjes gedaan, eten klaargezet, was opgehangen, was gedraaid eerst, noem het maar op. En het zonnetje schijnt, dus ik ga mijn boek pakken. En ik ga buiten lezen totdat ze terugkomt. Lekker in het zonnetje. En nu het even een keertje kan, want Nederland, dus je weet nooit hoe lang het duurt. Baal wel, want het zonnetje is lekker. Maar dit is de herrie die ik hoor. Ik denk dat jullie die harder horen, maar daar zijn ze ook aan het klussen en daar zijn ze beter. Kijk wie er weer thuis is.
Heb je het leuk gehad? Ja. Ja, was het een super, super, super gaaf feest? Ja, en ik heb dit, kauwgom. Oh, kauwgom. Ja. Ja, en, oh. Mijn tas had al even hier gelegd. Oh, wat heb je nog meer? Oh, dat is de rest van de kauwgom. Ja. Wat leuk. Was het een topfeest? Ja. Oh. Alleen heb ik nog een paar gedaan. Oh ja, kan gebeuren. Maar... ja. Hmm. We hebben net gegeten en Sarah is de rest van de kauwgom gelijk aan het opeten. Echt, de laatste hap was amper doorgeslikt en het ging alweer in de mond. En nu gaan we heel even gezellig samen voor de twee hangen even knuffelen. Dat hebben we eigenlijk vandaag helemaal niet kunnen doen. Wat ga je opzetten, Bellinga's? Of wat anders. Oh, nou, nee, dan, want dan krijg ik allemaal filmpjes die ik niet zo leuk vind. En daarna is het tijd om naar bed te gaan voor net. Jou. Denise was hier net nog gezellig toen ze op bed lag. Alleen, ik ben helemaal vergeten te filmen. En nu ga ik een appel eten en even de Real Housewife of Beverly Hills een stukje verder kijken. En ik moet editen, maar ik heb echt geen zin. Maar ik ga kijken of ik me daarna weer toe kan zetten. We shall see. Oeps, I did it again. Ik hoor ook echt dat liedje in mijn hoofd. Wie heeft dat ook? Dat als je iets doet, dat je dan zo'n liedje in je hoofd hoort. Ik heb dat ook vaak als ik denk, oh, dit moet ik loslaten. Dan hoor ik Elsa in mijn hoofd. Laat het los, laat het gaan. Het is echt heel erg. Maar goed, ik heb het weer te laat gemaakt. Dus ik ga snel naar mijn bed. Het valt mee. Maar ik ga wel snel slapen. En ik heb te lang de Real Housewives of Beverly Hills gekeken. Dus ik wil de vlog snel afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.